Dekje kennen de meesten niet. De Stichting Welzijn Ouderen in Middelburg is daarom begonnen met een cursus speciaal voor Turkse ouderen vanaf 50 jaar. In 6 bijeenkomsten worden ze op de hoogte gebracht van de voorzieningen in Nederland op het gebied van wonen en zorg. Zo'n 15, voornamelijk oudere Turken, waren vanmiddag bij de cursus in Middelburg. In 6 bijeenkomsten leren ze wat Nederland de oudere inwoners te bieden heeft. Dus ze krijgen informatie over mantelzorg, over het vervoer voor ouderen, maaltijdservice, van hoe het eraan toe gaat bijvoorbeeld in een verzorgingshuis. Hoe een woning aangepast wordt aan het ouder worden. In Turkije is het vanzelfsprekend dat ouderen die meer zorg nodig hebben bij hun kinderen gaan wonen. Het merendeel van de Turken in Nederland zal echter niet meer terugkeren naar hun geboorteland. En in Nederland gelden andere gewoonten. Maar wat er precies voor bejaarden is geregeld, is bij de meeste oudere Turken niet bekend. Onbekend, nog niet weten. Ja, een paar dingen, dat is wij gezien. Die oudere mensen is de, dat bejaardenhuis enzovoort, dat hebben wij gezien, maar precies niet weten. Hetgeen bekend is, is de AOW, maar dan houdt het eigenlijk op. En ook de Nederlandse instellingen weten niet wat de Turken graag zouden willen. En dat hopen we dan aan het eind van deze informatie op tafel te krijgen, de wensen. Zodat er ook aanbod ontwikkeld kan worden. De cursisten worden dus voorbereid op wat er kan gebeuren als ze in Nederland oud worden. En bij welke instellingen ze met welke vraag terecht kunnen. Als kinderen voor oude mensen niet goed kunnen verzorgen, dan misschien toch naar het bejaardenhuis, denk ik. De cursus werkt overigens tweeledig. De Stichting Welzijn voor Ouderen wil er ook door ter weten komen wat de behoeften van de Turkse ouderen zijn. Op die manier kunnen instellingen zoals bejaardentehuizen beter inspelen op de groep buitenlandse ouderen.